het 100. We hebben het gehaald. Hoi allemaal, superleuk dat jullie er weer zijn. In deze video ga ik 100 lagen lipstift doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je me nog niet volgt op Instagram, dan moet je dat zeker doen. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn YouTube kanaal, dan kan dat natuurlijk ook hieronder. Dit zijn dus alle liquid lipsticks die ik in mijn collectie heb, die echt... ja, goed opdrogen. Dus hopelijk krijgen we ja, dat echt zo'n dikke laag op onze lippen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon beginnen. Ik ga ook eventjes een lip primer aanbrengen. Deze is van Gorsh. Want ik ben bang dat als ik dat niet doe, dat mijn lippen er echt aan gaan. Dus dan zit er een soort van beschermlaagje op mijn lippen. Nou, daar gaat hij dan. De eerste kleur. Oh, waarom? Het gaat bij mij echt altijd om mijn tanden zitten. Oh, deze video gaat zo lang duren. Ik weet het nu al. Oeh. Dit voelt eigenlijk al een beetje raar. Laag 3. Laag 4. Echt, let er alsjeblieft niet op als er lipstift op mijn tand zit. Want ik denk dat dat in deze video nog heel veel gaat gebeuren. Ja, het wordt toch wel heel rimpelig. Zeker omdat je lippen heel erg bewegen tijdens het praten. Dan rekt het zo natuurlijk uit. En als je dan je lippen normaal hebt... ja, dan wordt het gewoon heel rimpelig. Nou, op naar laag 5. Ach, het aanbrengen voelt ook echt verschrikkelijk. Deze combinatie is echt heel... met echt een vies kleurtje. Laag 7. Laag 8. Oeh, het ziet er echt al best wel vies uit. En laag 10. Oké, nou, de eerste 10 lagen zitten erop. Ik dacht nog bij mezelf van ja, misschien valt dat nog wel mee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik 10 lagen zijn ook echt al veel te veel. Moet je zien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar echt, er zitten allemaal velletjes en... oh, nee, dit is echt niet charmant. Deze challenge echt. Oké, op naar laag 20 en we gaan het nu gewoon lekker doorspoelen. Oh, oké, en laag 10. Dit is echt vreselijk. Laag 20. Kijk, ik houd hierbij, zodat ik het niet kan vergeten. Ga op naar laag 30. Oh, dit is zo verschrikkelijk, joh. Oh, het lijkt zo ook wel alsof ik echt een beetje opgezwollen lippen heb van de zijkant. Of ligt het aan mij? We zijn nu bij laag... 26. Oeh, 30 lagen. Het is zo rimpelig en zo brokkelig. Het voelt echt heel erg vies aan. Vooral hier bij de mondhoekjes, hier zo. We gaan op naar laag 40. Ik zal een klein stukje voor jullie inzoomen, zodat jullie nog beter de gruwel van dichtbij kunnen aanschouwen. Oh, laag 40. Het ziet er echt wel vies uit. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Dus ik ga gewoon nog een beetje voor jullie inzoomen. En dan gaan we naar laag 50. Nog 1 en dan zitten we op de helft. Dit is hoe 50 lagen eruit zien. We zijn op de helft. En je ziet nu al dat de randjes van mijn lip die komen echt een soort van naar voren. Het ziet eruit als een soort van uitgedroogde woestijn met al die scheuren in mijn lip of zo. Ik ben heel erg benieuwd hoe 100 lagen eruit zien. Dus we gaan snel verder naar laag 60. Oh my god. Oh joh, dit gaat helemaal fout hier. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh jongens, ik wou even mijn make-up bijwerken, want ik smelt helemaal weg hier. En laag 60. Oeh.
Je ziet echt gewoon dat er gewoon een hele dikke laag op zit al. Op naar laag 70. Laag 70, we zijn echt ruim over de helft. Kijk, die randjes, het ziet er heel gek uit. Dit is echt best wel een intensieve video om te filmen. Ik heb eventjes op de klok gekeken en ik ben nu dus al 2 uur aan het filmen. Wou ik even zeggen dat ik dat dus voor jullie over heb. We zijn nu wel laag 70, dus we zijn er echt bijna. Dus blijf lekker kijken, haal nog even een kopje thee desnoods. En dan gaan we nu echt op naar laag 100, want we zijn er bijna. Lagen. Van de zijkant ziet het er gek uit. Oh, moet je zien. Wow, dit is echt heel raar. Op naar laag 90 en dan de laatste 10 lagen gaan we samen langzaam doen. We zijn eindelijk aangekomen bij de laatste 10 lagen. Ik ben echt super excited omdat ik nu gewoon weet dat we het gaan halen. Dus ja, laten we gaan aftellen met z'n allen. 91, 92, het voelt heel gek aan. 94, 95, nog aan de zijkant. 96, oh, we zijn er bijna. 98, 99. Oh my god, 100. We hebben het gehaald. Deze video opnemen heeft zo lang geduurd. We zijn echt 3 uur verder, maar we hebben wel 100 lagen. En dit is het resultaat. Ik heb zo min mogelijk gepraat tijdens het aanbrengen. En je ziet nu dat tijdens het praten, als mijn lippen zeg maar ja, oprekken, zoals dit zeg maar, dan zie je gewoon dat er echt kloven ontstaan. Echt een soort van scheuren. Oh, dit ziet er zo bizar uit. Oh, dit voelt heel gek aan. Ik had het eerlijk gezegd toch erger verwacht. Niet dat dit er niet erg uitziet of zo. Maar ik had het misschien nog extremer verwacht. Maar van heel dichtbij... Ja, van heel dichtbij is het wel extreem. Is het echt heel gek. Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog hier beneden. En dan gaan we nu verder met het eraf halen. En dat is, ja, denk ik het meest bevredigende onderdeel van deze 100 lagen challenges, het eraf halen. Het hangt er gewoon over mijn eigen lip heen, zeg maar. Kijk, vanaf de zijkant kun je dat goed zien. Oh, je kan het er zo in één keer afschrapen. Oh, die hele klonten. Ie. En hieronder ook dit zo. Oh, dit is het verschil. Hier zitten alsnog echt heel veel lagen op elkaar. Maar hier de laatste paar lagen zitten hier gewoon echt super, ja, op elkaar geklonterd. Oh, verschrikkelijk. Oh. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze video vonden. Ik hoop natuurlijk dat jullie het gewoon weer vermakelijk vonden om te zien. Dit is echt natuurlijk helemaal niet serieus bedoeld, deze video, maar gewoon echt puur voor de lol. Terwijl ik dit van mijn lippen probeer te krijgen, wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan zeker. Dat kan hieronder, het is gratis. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Ik maak ook namelijk serieus video's. En vergeet niet om mijn Instagram te bekijken en ook om te volgen. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dan... En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken. Leuk dat jullie er waren en hopelijk weer tot de volgende video. Doeg! Ga ik dit er ooit nog van afkrijgen? Het voelt echt heel vies. Ik ga het schoonmaken in de badkamer. Doei!